is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Met vreugde mag ik dienen met het programma Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Johan Schep en ik mag de Heer Jezus persoonlijk kennen voor meer dan 50 jaar. Ik ben begonnen met de Efezebrief en daar gaan we dan nu mee verder. We gaan verder in de Efezebrief, maar ik heb wel uw, jouw hulp nodig. Om voor jezelf nog eens... De versen 3 tot 14 rustig biddend te lezen. Want daar staat nogal wat. Daar staat wat de Vader als bron van alle zegen voor ons gedaan heeft. Wat de Zoon op het kruis voor ons gedaan heeft. En de Heilige Geest, die in iedere gelovige als onderpand gegeven is. Met als verzekering dat wij eens de volle erfenis zullen ontvangen. Dat bestempelt Paulus met een gebed. En mag ik vragen of dat u of jij dat gebed persoonlijk leest, want de nadruk ligt erin dat de ogen van je hart daarvoor geopend zullen worden. Het is natuurlijk een geestelijke spraak die Paulus doet. En je kunt het ook alleen maar begrijpen als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Nou, het goede nieuws is: als je tot geloof in de Heer Jezus komt, ontvang je de Heilige Geest. Dan word je gedoopt in het lichaam van Christus. En dan kun je de geestelijke dingen ook begrijpen. Want de Bijbel is geschreven in eerste instantie door de Heilige Geest. Dus het wordt bevestigd met het eerste gebed in de Efezebrief. Dan gaan wij nu verder naar hoofdstuk 2, en dan vertelt Paulus hoe verschrikkelijk donker het was voor ons, voor onze bekering, en hoe geweldig heil wij ontvangen hebben op het moment dat wij tot geloof komen. Ik lees het. Hoofdstuk 2, vers 1. Ook u. Heeft hij met hem levend gemaakt? En hier spreekt hij tot de heidenen, de volken. U, die dood was door de overtredingen van de zonnen, waarin u voorheen gewandeld hebt. Hier zie je iets bijzonders. Een dode die wandelt. Hoe kan dat nou? Een dode kan toch niet wandelen? Wat bedoelt Paulus hier? Wel, wij waren. Fysiek levend, maar geestelijk waren wij dood. Dat heeft Adam verloren toen hij zondigde. Hij stierf allereerst geestelijk en daarna fysiek. En wij die uit Adam komen, wij zijn niet ziek, nee, wij zijn dood. En toch wandelen we. Maar dat is niet alleen dat wij wandelen als doden, maar. Er is ook een invloed, satanische invloed, de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wij leven in Adam, in het domein van Satan, en wij worden beïnvloed door duistere machten. En daarom zijn wij reddeloos verloren, want een dode is dood. En daarom is het zo bijzonder dat wij niet alleen dood zijn, wij zijn zelfs kinderen van de toren. Dat God in onze geschiedenis gekomen is. Kijk alstublieft even naar vers 4: Maar God, hier komt de grote verandering. God heeft gehandeld. Het is niet van ons, het heil is niet uit ons. Wij waren dood, wij konden niets, wij leefden onder de invloed, wij leefden onder de toren van God. Maar God is in onze geschiedenis gekomen en Hij is rijk aan barmhartigheid. En wat Hij gedaan heeft, omdat Hij ons lief heeft, Hij heeft ons levend gemaakt door het volbrachte werk van Zijn Zoon. En dat is allemaal genade. Ziet u dat? in vers 5b Hij heeft ons niet alleen levend gemaakt, hij heeft nog veel meer voor ons gedaan. Hij heeft ons ook opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is pas goed nieuws. Wij waren dood, door het geloof heeft hij ons levend gemaakt en hij heeft ons al reeds gezet met hem in de hemelse gewesten. Er was eens een broeder die ging sterven. En toen vroegen ze aan hem: Ben je niet bang? Hij zegt: Nee, want ik heb al sinds mijn moment van het geloof. met Efeze 2, vers 6 en 7 geleefd. Ik ga naar huis, want ik heb al reeds al die jaren. met hem gezeten in de hemelse gewesten. En dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij: Joh, er komt in de komende eeuwen. Een geweldige, een geweldige erfenis voor ons. Wij hebben een geweldige toekomst. Maar positioneel mogen wij alreeds met hem zitten in die hoge verheerlijkte plaats. Met hem. En dat is heerlijk om daar ook je gedachten bij te houden. Dan wil ik het besluiten met die laatste drie versen. Want het is uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Niet uit uza, dat is een geschenk van God. Het is Zijn initiatief, het is Zijn geschenk, het is ons geloof. Het is ook niet uitwerken. En daarom roemen wij niet. Je ziet ook steeds in het begin van Efeze 1 van 3 tot 14, tot lof van Zijn heerlijkheid, tot lof van Zijn heerlijkheid, tot lof van Zijn heerlijkheid. Het is allemaal tot lof van Zijn heerlijkheid. En dan als gevolg van. Onze redding heeft hij goede werken voorbereid om daarin te wandelen. In het Grieks betekent zijn maaksel zijn gedicht, poema. Wij zijn zijn gedicht en hij heeft dat allemaal voorbereid voor ons. Daarom is het reden om dankbaar te zijn en met hem te zien hoe bevoorrecht we zijn. In deze wereld, met Hem gezeten, met Hem levend geworden, met Hem behouden om goede werken te doen. Het vervolg van datgene wat ik gezegd heb voor de pauze is Efeze 2, vers 11 tot 22. Als je dat rustig leest, dan zie je, dit is een heel ander onderwerp. Paulus Brengt even iets heel belangrijks naar voren. Hij schrijft naar de heidenen en hij legt uit aan de heidenen dat ze eens zonder Christus waren, zonder burgerschap, vreemdelingen, dat ze geen hoop hadden. Kijk, Paulus was een Jood, een deel van Gods verbond, besneden. Zij waren onbesneden, zij stonden buiten het verbond. David roept het ook aan Goliath. Zij onbesnedenen, riep hij uit. Maar nu, staat er. Dus in hoofdstuk 2, vers 4. Maar God. En dan komen we nu. Maar nu, 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 nu. In Christus Jezus. Bent u, heidenen, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen? Hij is onze vrede, die beide een gemaakt heeft. En door de tussenmuur de scheiding maakte af te breken. De tussenmuur tussen de Joden en de niet-Joden was de wet die het volk ontving bij de Sinaiberg. Maar Christus is het einde der wet. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de weg open gemaakt, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En als er iets is wat deze wereld nodig heeft, is niet een vredesverdrag op een papiertje. Zij hebben zijn vrede nodig. Dezelfde persoon toen ik tot geloof kwam in Israël, kwam ik bij mijn eerste gemeente in Haifa en de oudsten waren van Arabische achtergrond, van Joodse achtergrond, van niet-Joodse achtergrond. Maar in de gemeente van Jezus Christus gaat het niet om kleur, gaat het niet om ras, maar gaat het om ben je een nieuwe schepping, ben je een nieuwe mens, ben je in Christus. En als je in Christus bent, dan heb je dezelfde persoon lief. En dat is de Heer Jezus. Daarom, de vrede is alleen te vinden bij de mensen. Als ze de Heer Jezus aanvaarden in hun hart. Want Hij haalt die vijandschap weg. Hij maakt ons twee, een nieuwe schepping. Er is vrede met God, maar ook vrede met elkaar. En dat is zoiets geweldig. Kijk eens naar vers 18. Door Hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. De toegang is vrij door het geloof in Jezus Christus. De heer Jezus Christus heeft betaald voor al onze zonden. Daarom is de weg open naar de hemel, maar ook naar elkaar. En dan zegt hij zo mooi: Ik ben de hoeksteen. Op mij rust het hele gebouw. In hoofdstuk 3, daar wil ik toch van hoofdstuk 1, hoofdstuk 3, vers 1 tot 13 iets benadrukken. Paulus was apart gezet... om de gemeente uit te leggen. De heer Jezus had er al over gesproken... in Matthäus 16, vers 18. Hij zegt tegen de discipelen... ik zal mijn gemeente bouwen. Maar Paulus krijgt directe openbaringen... uit de hemel... om dit geheimenis door te geven. Als Paulus spreekt over het vrederijk... dan kan hij spreken over jezaja 35, jezaja 11... zoals de Joodse gelovigen deden dat ze steeds... het Oude Testament aanhalen om hun woorden te bevestigen... maar dat kon bij de gemeente niet. Want de gemeente was een geheimenis. En dat spreekt Paulus hieruit in Efeze 3, van 3 tot 7. Het was een geheimenis, maar aan hem... Is dat geopenbaard? Hij noemt zichzelf de allerminste van alle heiligen. Is deze genade gegeven? En dit is belangrijk, want vandaag werkt de Heere God door wederom geboren Joden en niet-Joden. Zij vormen met elkaar de gemeente van God. Wij zijn leden van hetzelfde lichaam. Met de Heer Jezus als ons hoofd. Het is wel mooi. Om te weten dat wij die in Christus zijn, meer ontvangen hebben dan Adam voordat hij zondigde. Want wij zijn zijn lichaam en hij is ons hoofd. Kijk nog even met mij naar hoofdstuk 3, vers 10. Dat moet je benadrukken. Waarin wordt God verheerlijkt? Wel, lees het maar. Opdat nu, door de gemeente. Dus dat is niet door het ongelovige Israël vandaag. Ja, wel het Israël van God. De Joden die tot geloven komen zijn. Zij zijn net als wij deel van dezelfde gemeente. Paulus als jood is een deel van de gemeente. Vandaag door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Dit was het eeuwige voornemen van de Heere God. Dit plan lag al klaar voor zijn zoon. Om hem, hem een lichaam te geven. Om hem een bruid te geven. Staat zo mooi in hoofdstuk 1, vers 23. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ja, Adam was vervuld in Eva. De Heer Jezus, de tweede Adam. Wij zijn als gemeente de tweede even En zijn lichaam en zijn toekomstige bruid. En de bruid is geschapen om te ontvangen. Wij hebben alles ontvangen. Daarom is er ook zoveel reden om te danken. En dat is ook datgene waar ik u mee wil voorgaan. Heere, ik dank u voor alles wat u voor ons gedaan heeft, doet en zal doen. In Jezus' naam, Amen.